Precies 75 jaar geleden was Zeeland het toneel van een grote en ingrijpende militaire operatie. De Slag om de Schelde. Vandaag, Antwerpen is bereikbaar. Maar de Duitsers geven zich niet gewonnen. Eindelijk zijn beide oevers van de Westerscheldemonding in geallieerde handen. Mijnenvegers maken een vaargeul vrij van Duitse mijnen. En dan op 28 november 1944, 85 dagen na de bevrijding van de stad, arriveert het eerste konvooi in de haven van Antwerpen. Maar eigenlijk is hiermee de Slag om de Schelde nog niet ten einde. Want de Duitsers doen er nog alles aan om de geallieerde bevoorrading via Antwerpen te blokkeren. Talloze V1's en V2's worden op de stad afgevuurd. En de Duitsers zetten zelf dwergonderzeeboten in om mijnen te leggen en om geallieerde bevoorradingsschepen te torpederen. Je legt die dan, de bekende Bieber, ingezet tegen het Scheldeverkeer aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Uitgerust met twee torpedo's. En je zal maar als jongetje van 19, 20 jaar in worden gezet, terwijl je niet zoveel kans had. Maar je zat in deze koepel en daar moest je dan 20 uur in blijven. En er zijn er vrij veel niet teruggekomen. En ze noemden zich onderling ook wel eens spottend, wij zijn hemelvaartcommando's. Als de Duitsers zich op 6 november in Middelburg hebben overgegeven, beginnen de geallieerden vrijwel direct met het schoonmaken van de Westerschelde. Mijnenvegers maken de vaarroute vrij. Op 28 november 1944 arriveert het eerste zogenoemde Liberty-schip. Maar Hitler weigert Antwerpen definitief op te geven en probeert de Westerschelde alsnog te blokkeren. De Luftwaffe gooit zeemijnen in het water en er verschijnen tot dan toe onbekende biebers en zeehoenden in de Scheldemonding. 1- en 2-mans onder zeeboten. Op eerste kerstdag 1944 worden ze voor het eerst ingezet. En waarom deze dat op kerstdag 1944? Omdat het heel belangrijk was voor hun propaganda, want ze noemden dat ook het kerstoffensief. Het effect was minimaal, maar de geallieerden waren er erg bang van, want het leidde tot een heleboel verwarring. En dat is ook de reden geweest dat de Duitsers daarmee door zijn blijven gaan tot eigenlijk mei 1945. Dit is dus de koepel waar de Biebervaren in zat. Er zit een stuurrad in, dus hij heeft een aantal periscopen. En voor de rest was hij vooral alleen als hij in dat ding zat. Zijn urine en dat soort zaken werd in een bekertje geregeld. En ze kregen pervantin mee, dat is een soort drugs, pepmiddel, om langer wakker te blijven. Want ze moesten tenslotte 20 tot 24 uur in dat ding naar operatiegebied. In diezelfde periode komt ook Antwerpen zelf nog onder vuur te liggen. De Duitsers vuren hun nieuwste vergeldingswapens op de stad af. De beruchte V1-bommen en V2-raketten. Hoewel ze de haven van Antwerpen zouden moeten verwoesten, vallen ze vaak op het stadscentrum. Er zijn hier ongeveer 4000 mensen bij om het leven gekomen. Meer dan 6000 gewonden gevallen, 50.000 huizen zijn vernield. Dus er is heel wat schade, heel wat leed aangericht. Het leven in de stad verandert door de constante dreiging en de zinloze vernietiging. De V1 en V2-bommen die kwamen er pas aan het einde van de oorlog. En dat waren de vergeldingswapens van Hitler. Hij probeerde op die manier eigenlijk de oorlogskansen nog te doen keren. Nu, de V1, dat was eigenlijk een klein vliegtuigje. En dat hoorde je nog wel aankomen. Dus je kon nog een beetje proberen weg te duiken in een schuilkelder of zo. Een V2 was een raket. Dat was helemaal anders. Die zag of die hoorde je niet aankomen en die sloeg dadelijk in met de vreselijkste gevolgen in feite. De meest dramatische inslag van een V2-raket gebeurde op 16 december 1944. Hier de bioscoop, de Cinema Rex, die afgeladen vol zat. Daar vielen bij die inslag 300 gewonden.
maar ook nog 567 doden. Je kan het niet anders noemen dan een bloedbad. Toeval of niets, precies op die dramatische dag in Antwerpen begint zo'n 150 kilometer zuidelijker het laatste grote offensief van de Duitse Wehrmacht. Het Ardennenoffensief. Ja, het Ardennenoffensief dat was eigenlijk Hitlers wanhoopspoging om de oorlog nog te kunnen keren. Hij deed een aanval vanuit de Ardennen in de richting van Antwerpen met de bedoeling van opnieuw de haven op zijn minst te blokkeren of zelfs te veroveren en zo het geallieerde offensief tot staan te brengen. Hij is daar niet in gelukt. In de loop van januari moesten de Duitsers zich terugtrekken en liep het offensief vast. Daarmee blijft Antwerpen definitief in handen van de geallieerden. We varen bevoorradingsschepen dagelijks de Westerschelde op. Maar dat betekent niet dat de rust terugkeert in Zeeland. De V1-bommen en V2-raketten zijn niet nauwkeurig en vallen met enige regelmaat op Zeeuws grondgebied. Zoals op 29 maart 1945 in Ierseke, waarbij 7 mensen omkomen. En op het water ging de strijd eigenlijk gewoon door. Met biebers, met zeehonden die het scheepvaartverkeer aanvielen. Voor de geallieerden was het eigenlijk niet meer zo van belang, want die paar schepen die ze verloren hebben, maakten eigenlijk niks meer uit voor de bevoorrading in Antwerpen, want die kon dus gewoon doorgaan. Alle Duitse pogingen om de aanvoer via Antwerpen te blokkeren zijn dus tevergeefs. En de stad weet zich te ontwikkelen tot belangrijkste aanvoerlijn voor alle geallieerde troepen in Noordwest-Europa. En niet voor niets zei generaal Eisenhower, de opperbevelhebber van de geallieerde troepen na de oorlog, het einde van het nazisme kwam duidelijk in beeld toen het eerste schip ongehinderd de Westerschelde op kon varen. In mei 1945 wordt Duitsland definitief verslagen en wordt het eindelijk ook rustig rond de Schelde. Maar de sporen van de hevige strijd in Zeeland zijn nog altijd zichtbaar. Bijvoorbeeld in de wederopbouwarchitectuur van Oostburg en het hedendaagse landschap van Walcheren.